Feestje. Wij nu naar het volgende onderdeel van deze namiddag, de oud-vedetten, de ex-wielrenners, de idolen van weleer. Ze hebben zich vanmiddag aangekleed in Sportzaal De Burgt. Kanaal 3 was erbij. Sporthal De Burgt was de plaats waar de ex-glorieën elkaar nog eens terugzagen. Voor sommigen was het exact een jaar geleden, namelijk op het criterium van vorig jaar. Vorig jaar was er trouwens een beetje herrie onder de gewezen wielersterren. Een aantal had namelijk flink gekoerst en dat had de anderen die weinig of niet trainen, niet echt gezind. Ook als gewezen wielrenner wil men duidelijk niet afgaan. De belangstelling en bewondering blijft in elk geval heel groot. Dat mochten Van Impe, de Vlaming Cornelissen en anderen nog maar eens ervaren. Het wordt een leuk onderrondje zo te zien. Ja, als het rustig gaat, gaat dat plezant zijn, anders kan het niet lang duren. Doe je dat graag zo nog, nu eigenlijk? Nooit meer. Ik doe dat nooit meer, want het is van vorig jaar deze tijdlijn dat ik nog gereden heb. En dan was dat 3 rondjes en als dat nu heel snel gaat, gaat dat met 2 rondjes. Hè. En Freddy, in vorm? In vorm? In vorm? Ja, we kunnen vorm noemen. Ik weet het niet. Ja. We doen dat voor het volk. Om ons nog een keer te doen, ja, om er nog goed uit te zien of niet. Dat ze de mensen nog eens kunnen nog een keer zien en nog eens een keer beoordelen. Het is in elk geval iets anders dan nog eens de Alpen de West beklimmen. Well, ja, wij zijn daarmee gereden met de vrouwen. Dat is, het tempo was voor ons zeer laag. Wij reden ongeveer 7-8 gemiddeld naar omhoog. En dat was, voor mij was dat zeer traag. En ik heb die meisjes allemaal een beetje geduwd met Lucien samen. En we hebben er wel plezier aan beleefd. We gaan je straks eens zien. Je gaat eens voorop rijden. Ja, ik kan proberen een keer voorop rijden, maar ik denk wel dat dat voor mij mogelijk is. Het is nog altijd die kick dat je krijgt dan. Of dat we nu nog iets kunnen of niets mee kunnen. Het is gewoon, we weten dat ook, het is de show. Want we rijden ook tegen 20 per uur stilder dan de echte profs. Maar het is die kick, die 20, 30, 40.000 mensen die terug aanwezig zullen zijn. Dat is toch wel plezant. We hebben gezien dat je je benen hebt ingesmeerd. Dus dat wil zeggen dat je er toch wel klaar voor bent. Ja, ik denk dat ik ga proberen uit te rijden. Anders zou ik het niet gedaan hebben. Het is de eerste keer dat ik ga iets aan mijn benen doen. Omdat ik toch van zin ben om uit te rijden, maar ja, we zullen zien. Hè. Tot zover de voorbereidingen daar in Sportzaal De Burgt. Zometeen de echte wedstrijd. Maar we hebben als gast hier in de VIP-lounge van het criterium bij ons Johnny van den Borre. Ja, Johnny, jij haalt al die vedetten naar hier. Zeg eens, dat is niet makkelijk. Hoe doe je dat in feite? Ik heb het natuurlijk wel gemakkelijker omdat ik veel mensen van de wielersport ken door de jaren en de jaren één. Ik heb vroeger zelf sportdirecteur geweest in de jaren 89, 90, 91. En ik ben ook goed bevriend al 25 jaar met Roger de Vlaming. Je bent zelf sportbestuurder geweest, ja, vertel eens, bij welke ploeg? Bij La William de Schacht in de tijd, bij Boccaccio La William de Schacht. En dat heeft zo'n 3 jaar geduurd. En vandaar natuurlijk de vele contacten. Nu, vooraleer we naar de renners zelf gaan zometeen. Dit is altijd een succes op een criterium. Hè. De mensen willen die vedette nog eens zien. Ik denk het grote succes is geweest van over 3 jaar hebben wij Jumondial hier gehaald. Dat is toch een vedette. Lichey van Impe, Roger de Vlaming, dat was de start. Het eerste jaar hadden wij in Aalst 40.000 mensen. Ik zeg natuurlijk niet dat ze alle 40.000 gekomen zijn voor de gentleman. Maar er was toch een mens groot resultaat te zien. En ja, de mensen bekijken het graag. Oké, wij zijn klaar voor de wedstrijd te zien. Ook daar hebben de mensen van Kanaal 3 volgende reportage van gebrouwen. En de wedstrijd zelf die had niet veel om het lijf. De afspraken werden zo goed mogelijk gehouden. De groep is samengebleven tot aan de meet en dan is het Roger de Vlaming die de koninginnenspurt hier in Aalst wint. Na de wedstrijd heeft de Equinaar nog meer plezier, zo lijkt het. Slachtoffers van dienst zijn de persfotografen. Geef toe, het is leuk om ze nog eens terug te zien, die oud-wielrenners. En zeker iemand zoals Lucien van Impe, man overigens hier...